Welkom allemaal bij de ISE 2022. We hebben er even op moeten wachten, maar we zijn hier voor het eerst in Barcelona. En ik sta hier met de sales manager van Philips, Koen Vrome. Koen, welkom. Dankjewel. Leuk om weer hier te zijn, voor het eerst in Barcelona. Ja. Mooie nieuwe dingen weer. Ik wilde eigenlijk beginnen, wel een rondje gemaakt, met de nieuwe touchline, de e-line. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, wij zien dat de markt van touch continu aan het veranderen is. We hebben natuurlijk de huidige T-line al. We komen nu ook met een e-line, speciaal voor educatie. Nou, een paar dingen die erop zitten, is bijvoorbeeld aan de front, aan de voorkant zitten de USB-poorten om makkelijk content te kunnen delen. Ja. En wat nieuw is bij de e-line, is dat die direct bonded is. En wat houdt direct bonded in? De glasplaat en de LCD-panel zitten tegen elkaar. De schrijfervaring die je daar hebt is fenomenaal. Dus je hebt echt het gevoel dat je op de pixels aan het schrijven bent. En hiermee proberen we natuurlijk de educatiemarkt in handen te krijgen. Ja, wat is nou zo specifiek anders aan dit scherm, waardoor jullie hem geschikt achten voor de educatieve markt? Nou ja, één ding wat vrij belangrijk is natuurlijk software. We werken samen met de E3 Learn Hub. Dus die software kan geïnstalleerd worden. Ja, en het makkelijk toegankelijk krijgen voor een docent om hun laptop direct op het scherm te krijgen. Dat zien we echt als key features voor de educatie-touch. Oké, wanneer verwachten jullie deze lijn te introduceren? Deze wordt komende zomer gelanceerd. Dus we presenteren hem hier op de ISE en hij zal vanaf juli, augustus beschikbaar zijn. Enige kans dat we hem ook gaan zien op het post-ISE-event van A+K, 22 zeker. Juni? Daarmee nemen we hem zeker naartoe om ook de Nederlandse klanten echt kennis te laten maken met de nieuwe e-line. Hartstikke goed. Daarnaast wil ik het eigenlijk hebben over de nieuwe videowall modellen. Ja. Jullie komen met een nieuwe 65 inch. Ja. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, wat we zien, en daar komen we dadelijk even op, is dat LED meer en meer belangrijk gaat worden. Houdt ons niet tegen om ook door te ontwikkelen op de videowall, op de X-line modellen zoals we die hebben. En er komt een compleet nieuwe line-up. Dus een nieuwe 49 inch. We komen met 55 inch modellen die al vanuit de fabriek gekalibreerd zijn. En met 0,9 mm bezel to bezel. En we komen met een 65 inch. En dit is een nieuw product in ons gamma. En deze is echt voor de control rooms. Bij een 65 inch videowall, bij een 2x2 heb je al een 130 inch met maar twee lijnen in beeld. En we zien dat die markt nog steeds groeiende is, okay. Ondanks de komst van LED natuurlijk. En welke doelmarkten denk je met name dat die 65 inch ingezet gaat worden? Ja, toch richting de control rooms, boardrooms, vergaderruimtes. Wij verwachten wat minder richting corporate, daar hebben we andere producten voor. Maar vooral richting de control rooms en de boardrooms. Retail ook wel? Ja, wellicht 130 inch is natuurlijk wel interessant. Ja, kan. Prijspunt zit iets anders, omdat de panels 4K zijn. De 55 inches zijn gewoon full HD modellen die natuurlijk wel 4K ondersteunen. Ja, okay. Maar daardoor zien we toch retail meer richting 55, 49 inch. Okay. Nou, dan zien we eigenlijk verder dat met name hier op deze stand jullie heel veel aandacht ook besteden aan LED. Ja. Ja, je gaf het eigenlijk zelf al aan, dat wordt echt de toekomst. Ja. Veel nieuwe lijnen, veel nieuwe mogelijkheden. Ja. Kan je daar wat over zeggen? Daar ben ik heel, heel enthousiast over. We hebben natuurlijk al onze bestaande 7000, 8000 en 9000 serie. Maar hier tijdens de ISE presenteren we ook de 6000 serie. Waar de 9000 serie misschien meer geschikt is, ook weer voor de control rooms, studio's, gaat de 6000 serie echt op die corporate markt. Dus het verlengstuk van onze 98 inch of van een videowall, om daar uiteindelijk een 110, een 165, een 137 inch te kunnen plaatsen. Komen die ook weer in die all-in-one formaat? Ja, ook allemaal weer in kits. Dus we komen met een 1.2 110 inch, we komen met een 1.5 137 inch en we komen met een 1.9 165 inch. Grootste verschillen tussen die twee lijnen, helderheid? Nou, de helderheid is natuurlijk ietsjes minder. Waar de 9000 serie gold wired is, is de 6000 serie copper wired. Ja. En wat eigenlijk misschien ook wel een belangrijk verschil is, de 9000 serie is EMC klasse B. B staat voor better. Ja. En de 6000 is EMC klasse A. Dus ja, weet je, je ziet ook echt wel significante verschillen. Ik denk dat op het moment dat je ze aan de voorkant ziet, dat je weinig duidelijk verschil gaat merken.
Weet dat jullie ook nog met een line-up gaan komen met een hogere helderheid. Echt voor LED-swols eigenlijk achter de etalage. Ja. Nou, dat is onze 7000-serie. Onze 7000-serie is echt een retail-product. Wat we merken is dat we steeds meer window-facing displays willen hebben. Nou, daar hebben we natuurlijk de H-lijn al voor met de ultra-high brightness lijn. Ja. Maar hierin zie je ook dat steeds meer LED toegepast wordt. We komen met de 7000-serie ultra-high brightness. Dan praten we over een lichtintensiteit van 2750 nits na calibratie. Ja, dat is echt voldoende om naar buiten je boodschap te kunnen brengen. Nou, super. Bedankt. Graag gedaan. Ik wil iedereen uitnodigen die naar de IEC gaat, kom naar de Philips stand. En uiteraard voor de mensen die thuis zitten en thuis blijven, kom naar ons evenement. 22 juni, Apeska Post IEC Event in Ahoy, Rotterdam. Ja, en daar kan je eigenlijk ook alles zien wat hier te zien is. Wellicht is er wat meer informatie over beschikbaarheid, wat meer informatie over de prijzen. Dus ik nodig jullie allemaal uit. Meld je aan op onze website en bedankt in ieder geval.